Met 200 aanmeldingen loopt het storm tijdens de 50ste editie van de kindervakantiedagen in Ulft. De organisatie wil kinderen die niet op vakantie kunnen door geldgebrek de kans bieden om toch te genieten van de vrije dagen. Maar merkt dat het door een vrijwilligerstekort steeds lastiger wordt. Helaas heeft dat er ook voor gezorgd dat we nu wel een stop in kinderen hebben moeten zetten. Wat we heel jammer vinden, maar ja, de veiligheid is ook belangrijk. En we kunnen groepen echt niet te groot laten worden. Wat vind je van deze week? Ik vind het heel erg leuk. Dit is dan de eerste keer dat ik meedoe in Ulft. En ik vind het nu al superleuk. Wat maakt dit zo leuk? Nou, het is gewoon, de sfeer is leuk en wat je doet is ook allemaal heel erg leuk. Van al die hutten bouwen en allemaal activiteiten, dat vind ik allemaal wel leuk, ja. Wat heb je allemaal gedaan? De eerste twee dagen hebben we een hut gebouwd. En nu zijn we aan het schilderen. En morgen gaan we de boel afbreken en platbranden. Hebben jullie nog extra uitgepakt dit jaar? We hebben dit jaar wat extra dingetjes gedaan. We hebben wat meer tractaties. We hebben ook een hele grote stormbaan van 31 meter die we vanmiddag mogen de kinderen eroverheen. Dus dat wordt een groot spektakel, denk ik. Is het een leuke afsluiting van een vakantie? Heel leuk, ja. Echt niks is anders leuker. En dan weer zin om naar school te gaan? Nee, totaal niet. En waarom niet? Ja, dan moet je weer rekenen, taal en alles. En dan moet je alles weer prima doen, kan je niet uitslapen meer. Hoewel er dit jaar tijdens de jubileumeditie met 200 deelnemende kinderen het maximale aantal bereikt is, blijft de organisatie de komende jaren doorgaan. We zijn oorspronkelijk echt begonnen voor de armere kinderen in de regio die dan toch een leuke week hadden. En armoede heerst helaas nog steeds. En dus ik denk dat de Kivara iets is wat altijd zal blijven. Ja.